Dat was nog even schrikken. Nou, we kwamen 1-0 achter terwijl we in het begin eerst een beetje aan druk zetten waren. Uit de counter, er waren een paar keer enorm sterk zijn, komen zij op 1-0. We krijgen 3 corners voor rust, helaas ging die er niet in. Dus tweede helft even orde op zaken gesteld en 4-2 gewonnen, prima. 4-2 gewonnen, prima, maar er zaten wel wat nerveuze momenten in deze wedstrijd, vond ik. Nou, onrustige momenten, niet nerveuze momenten. We wisten van tevoren dat we, als we gewoon ons veldspel laten zien, dat we gewoon winnen. We hebben de tweede helft goed gedaan, de eerste helft waren we iets te slordig. En waardoor het net niet was, maar uiteindelijk 4-2 winnen is prima. Ongeslagen door naar de halve finale, dat is niet verkeerd. Daar hadden jullie op voorhand voor getekend. Natuurlijk teken je daarvoor. Bij de bekendmaking van de pool, toen dachten we al, nou, we hebben een goede pool. Maar je moet het nog maar doen op te spelen. Iedere wedstrijd is een hele zware pot. We winnen 4 wedstrijden, spelen 1 gelijk tegen Australië. En nu op naar de halve finale, dus er zijn toch een ander kaliber ploeg wat we tegen krijgen. Ja, in die andere halve finale is het nog van alles mogelijk. Zijn er tegenstanders die wil ontlopen voorlopig, tot die finale? Nee, het maakt mij niet uit of we Nieuw-Zeeland, Korea, Duitsland of Spanje krijgen. Het maakt mij niet uit, je moet van iedereen winnen, wil je Olympisch kampioen worden. Dus kom maar op. Duitsland maar even ontlopen, daar maar op wachten tot de finale. Nou, die Duitsers die hebben een stroeve start dit toernooi gehad. Het zijn blijven Duitsers, blijven oerdegelijk en heel sterk. Maar mij maakt het nogmaals niet uit wie we krijgen. Goedemorgen Rob, 10:00 in de ochtend plaatselijke tijd. En je hebt er al een partijtje hockey op zitten. Ja, het was echt vroeg vanochtend. 5:00 stond het wekkertje. En we hebben met de gordijntjes open geslapen. Maar kan je eerlijk zeggen, het was zeker nog geen licht toen wij opstonden. Dus ja, vroeg dag en misschien was het ook wel een beetje te zien in de eerste helft dat het vroeg dag was. Je moet even wakker worden. Ja, misschien was dat het wel. Tweede helft werden we wakker en dan wandelen we er eigenlijk overheen. En ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Dan wandelen we er eigenlijk overheen. Ik heb mijn halve wedstrijd toch een beetje zorgen lopen maken. Ja, terecht. De eerste helft was gewoon niet goed. En we deden gewoon niet wat we afgesproken hadden. En als we het wel deden, dan deden we het op halve kracht. En dat is gewoon niet goed genoeg op een Olympische Spelen. En dan sta je terecht, denk ik, 1-0 achter. Ondanks dat we natuurlijk wel weer een paar hele grote kansen hebben gehad in de eerste helft. Maar het was gewoon half werk en dan verdien je het niet om voor te staan. En gelukkig hebben we dat de tweede helft rechtgezet. Half werk op de Olympische Spelen, hoe kan dat? Nou ja, dit was echt heel vroeg voor ons. En het is heel moeilijk, je zit in een ritme dat je eigenlijk veel 's avonds speelt. We hebben ook 1 keer 's ochtends om 10:30 gespeeld, dan sta je nog een beetje op een normale tijd op. Maar ja, na een avondwedstrijd lig je pas om 2:00 of zo, 2:30 te slapen. En dat was dus gisternacht en vannacht moet je dan meteen weer om 5:00 op. Dus dat is heel lastig in je ritme en misschien was dat wel de reden van de eerste helft. Nog één vraag, want ik moet geloof ik afronden door allerlei nerveuze persmensen hier. Ik zou niet weten waarom, want we staan hier best gezellig in het zonnetje. One question. De halve finale, ja, het is nog totaal onduidelijk wie de tegenstander gaat worden. Ja, de andere pool is echt enorm spannend. Hier achter ons begint nu Nieuw-Zeeland, Duitsland. Vanavond is Korea, Spanje en eigenlijk alle tweede wedstrijden gaat de winnaar door naar de halve finale. Ik denk in ons voordeel, zij moeten echt iedere wedstrijd vol aan de bak. En dat hebben wij op zich ook wel gedaan, maar met de wetenschap dat eigenlijk de halve finale toch wel makkelijk te halen was voor ons. En bij hun kan echt iedereen aan de ring komen. Dus ik ben benieuwd. Wij gaan rustig kijken vandaag voor de televisie en op de massagebank. En dan zien we wel wie het gaat worden in de halve finale. Lekker vooruitzicht. De laatste 4 is bereikt. Het is een mooi toernooi. Absoluut, absoluut. Ja, wij hebben enorm veel zin in de halve finales. En daar gaan we gewoon enorm knallen en de finale halen zoals ik je beloofd had. Hey.